Dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe video van de Wrexham Career Mode. We gaan weer verder met ons Premier League avontuur. We staan op de 15e positie en maar liefst 1 punt van de degradatiestreep af. Althans, dat klopt niet. We staan er 4 punten voor. Klinkt wat minder heftig. We spelen vandaag tegen Southampton. Dat is eigenlijk al een soort van degradatiekraker aan het begin van het seizoen. Southampton heeft nog maar 2 punten weten te pakken. En wij moeten met dit elftal eigenlijk gewoon kunnen winnen van Southampton. Of dat ons gaat lukken, dat gaan we zien. Je hebt niet genoeg beschikbare spelers. Oeh, dat is wel een dingetje. Ja, we hebben niet zo'n hele grote selectie. Dat maakt het wel het probleem. De competitierecord in de Premier League op 32. Ja, daar gaat Washington denk ik niet halen. Want daar krijgt hij denk ik de toevoer niet voor. Maar we gaan het zien hoe het loopt tegen Southampton. We spelen wel thuis, dus misschien kan dat net dat beetje extra energie gaan geven. We hebben al hele rare wedstrijden in de Premier League gespeeld. Denk maar aan de wedstrijd tegen Brighton. Waarin we de eerste helft oppermachtig waren en in de tweede helft het helemaal weggeven. Dus laten we hopen dat we nu wat stabieler staan. Dat is al een gele kaart. Nou kijk, nu kunnen we snel counteren. En dit hier ligt de kracht van ons team. Want daar is Bukari, die haalt de trekker over. Want Washington loopt niet goed vrij. Waardoor Bukari moet besluiten zelf te schieten. En dat verwerkt de keeper nog niet zo lekker. Waardoor er nog een Wrexham speler helemaal vrij komt. Bijna kon binnenkoppen. Maar hij kopt helemaal verkeerd. Waardoor het nog steeds 0-0 staat hier in Wales. Ja, jongens, gaan we nog wat doen? Goeie loopactie, Kenneth Taylor. Garnacho! Weer een kans voor de thuisploeg. Hoppata. Oh, weer dat laatste tikkie. Nou ja, dit was niet het laatste tikkie. Dit was het zoveelste tikkie. Ik ben wel blij met dat druk zetten hoor. Want daar heeft Southampton het moeilijk mee. Blijkt het onderzoek. Want daar loopt Washington helemaal vrij. En verbetert hij zijn topscorerspositie in de Premier League. 1-0 door Washington, overgekomen van Chelsea vorig jaar. Brak toen nog niet uit als een ster bij onder Pochettino. Maar hij heeft zich in het team geknokt. En door de afwezigheid van Copetti, want ja, die is natuurlijk getransfereerd naar een andere ploeg. Heeft hij het helemaal waargemaakt als enigste spits. Want ja, ze speelden natuurlijk met z'n tweeën altijd. En Washington bewijst maar weer dat hij het vertrouwen nodig had. En hij maakt het helemaal waar. Het is 1-0 voor Wrexham tegen Southampton. En dat is zeker niet tegen de verhouding in. Acosta, ja, Garnacho. Daar wordt niet meer meegelopen. Ja, en Garnacho is snel. En dat is zijn de verdedigers in de Premier League over het algemeen niet. En vooral niet die van Southampton. Want Garnacho staat helemaal vrij en schiet niet de 2-0 binnen. Wat een redding van de keeper van Southampton, zeg. Sanchez die de snelheid er wil inhouden. En Bukari vrij ziet lopen. Bukari moet hem via het hoofd meenemen, waardoor de snelheid er een beetje uitgaat. Maar dat maakt zelfs niet uit voor Bukari. Want daar kan dan bijna nog Washington koppen. Dan wordt de bal alsnog weer bij Washington in de voeten gebracht. En die weet zich er dan heel knap uit te spelen, zeg. En is het nog 2-0. En de extra tijd is net ingegaan. De verdediging van Southampton wordt verrast. Want die hadden eigenlijk denk ik verwacht dat Washington de bal weer terug zou spelen. Maar hij maakt toch die actie. Waardoor de Southampton verdediging verrast wordt. Hier zien we het. Hij neemt de bal mee. En loopt zo door de verdediging heen. En zo leidt Wrexham met een 2-0 voorsprong. Tegen het al geteisterde Southampton. Ja, gepikeerde Southampton kan je denk ik eerder zeggen. Want ja, die staan nu gewoon weer laatste. Hoe pijnlijk is dit voor de meest gereisde Southampton supporter. Die natuurlijk niet wil dat zijn ploeg helemaal ja, naar de onderste regionen van de Premier League gaat. Maar het lijkt er op dit moment wel op dat dat gaat gebeuren. En zo leidt Wrexham dus met een 2-0 ruststand. We weten natuurlijk van onze slechte tweede helft af. Bialek is bijvoorbeeld terug. Nog steeds. Ik dacht dat Bialek verhuurd was, jongens. Nou ja, uiteindelijk niet. We gaan Washington wel even wisselen, want ik zie dat er vermoeidheid bij hem toeslaat. En ook gaan we Garnacho wisselen.
We moeten natuurlijk wel iedereen tevreden houden binnen onze selectie. Ja, dit is, was goed gedaan. Volgens mij heeft hij al geel. Taylor aangeslagen op de grond. Ja, nee, hij heeft nog geen geel. Ah, jammer. Ik had een idee, maar de uitvoering was er niet. Goed zo, Bukhari. En dan kan Bukhari weer op snelheid komen. Ziet hij de ruimte bij de spits die is ingevallen. En wie gaat maar de trekker overhalen. Hij kan er ook zomaar in vliegen natuurlijk. Mocht nu niet zo zijn. Wel een iets saaiere tweede helft heb ik het gevoel. Maar Wrexham nog wel steeds oppermachtig. Bukhari. Oh, een geweldige bal zeg. En dan valt de 3-0 ook nog binnen. Southampton is klaar in deze wedstrijd. Hij gaat met 0 punten terug naar huis. Onvoorstelbaar dat twee spitsen de Southampton verdediging zo kunnen verrassen. Waardoor Wrexham gewoon met een comfortabele 3-0 voorsprong aan de leiding ligt. Antiste maakt hem. Oh, maar Wrexham heeft de bal wel weer. Sterker nog, kan Wrexham misschien nog een vierde gaan maken? Dat zal toch wel wat zijn. Het zal wel echt een dooddoener zijn voor Southampton. Het zit er zeker in, want daar is de vierde. Het is 4-0 voor Wrexham. En die nieuwe spits maakt ook een goede indruk op de trainer van Wrexham. En ja, het publiek wordt natuurlijk helemaal gek, want nu, ja, de zegen was al officieel, maar nu al helemaal. En het lijkt er ook nog eens op dat Wrexham de nul gaat houden, want Southampton is creatief echt gewoon tekort geschoten. Ze komen ook echt creativiteit tekort. Kennen het Taylor. Taylor met zijn Oeh. Ja, dat is een gele kaart. Ja, we waren gewoon te laat. Simpel, moet je nemen. Twee minuten extra tijd en dan heeft Southampton voor... Is het Southampton gelukt om niet te scoren tegen deze verdediging? Althans, nog niet te hard zeggen. Nog niet te hard zeggen. Want daar gaat nog een kans komen. Ja, het wordt 4-1. Oh, niet. De keeper redt Wrexham hier nog van een tegentreffer. Oh, en dan valt hij nu nog niet. Ja, het is Southampton gelukt om geen treffer te maken tegen het niet zo goed verdedigend Wrexham. En zo staat het. Is dit de eerste 0 voor Areola in de Premier League. En ook de eerste 0 van Wrexham in de Premier League. En zo beginnen we dus lekker aan deze video. Nou, op naar de volgende. De tweede wedstrijd van de dag alweer. En dat is een bijna onmogelijke wedstrijd. Uit tegen Arsenal, volgens mij uit. En ja, dat zijn moeilijke wedstrijden. Niet onmogelijk natuurlijk, maar je staat al wel direct op papier met 1-0 achter. En de bookmakers hebben natuurlijk Arsenal's favoriet gedaan. Wrexham, ja, laat misschien denk ik wel een beetje zien dat het niet de nummer 1 is... om te laten degraderen. Ik denk dat we dat wel laten zien. Ik denk wel dat we ons visitekaartje in deze competitie aan het afgeven zijn. Dus we gaan zien hoe het allemaal gaat lopen hier in het Emirates Stadium in Arsenal. In Londen, bedoel ik. Nou, we zijn begonnen. Eens kijken of we, als we verliezen, de schade kunnen beperken. Daar lag hij er al bijna in. Daar was al een grote kans van Arsenal. En ja, dan loop je jezelf vast. Je moet die bal gewoon wegragen. Maar het is buitenspel. Daar komen we goed weg. We moeten ons wel echt uit die druk van Arsenal spelen. En dat is absoluut niet makkelijk.
Maar we hebben wel Garnacho op snelheid nu. En Garnacho kan naar binnen lopen. Garnacho kan hem ook afgeven aan Washington. En die schiet hem niet binnen. En dan is het Bukari die niet aan het opletten is voor de tweede bal. En ja, dan is dit een strafschop. Dan is dit een penalty. Ongelooflijk, wat een fouten bij Arsenal achterin. En dan komt er een strafschop voor Wrexham. En die gaat erin. Kenneth Taylor zet Arsenal op achterstand. En zet Wrexham op een 0-1 voorsprong hier in Londen. Het begint überhaupt al dat die penalty gegeven wordt. Ja, ik vind het geen strafschop. Maar ja, de scheidsrechter wel. En dan maakt de Arsenal-speler dan toch wel weer een grove fout. Een penalty kan je wel aan Taylor overlaten. Want die gaan er vaker in dan dat ze gemist worden. Arsenal wil snel gooien, maar Saka zag geen aanspeelmogelijkheden. Arsenal staat niet in de bovenste plekken. Ja, dat is pijnlijk. Arsenal staat zelfs achter Wrexham. Het heeft een dramatische seizoenstart, kent de Londense club. Het staat zelfs ook achter tegen Wrexham. Ja, nu inmiddels niet meer wou ik zeggen, maar toch wel. Maar ik denk dat het niet lang meer duurt voordat Arsenal ook een doelpunt krijgt. Die willen overigens ook een strafschop voor dit. Maar ja, dat hier niet zoveel gebeurt, ziet ook de scheidsrechter. Het is Wrexham wat het wel op energie op dit moment aan het winnen is van Arsenal. Het is nou niet dat Wrexham fantastisch speelt of zo. Nee, Arsenal speelt ook gewoon niet fantastisch. Ja, en dan krijg je een niet fantastische wedstrijd. Bukari, dat is wel de behendigste persoon bij Wrexham. En Washington, die geeft hem af op Taylor. En dan is het 2-0. Ongelooflijk. Arsenal heeft de kansen. En maakt ze niet af. En Wrexham heeft twee kansen en schieten ze alle twee binnen. En het is gewoon twee keer Taylor. Wordt Taylor de bul van Londen? Dat zal wat zijn. Dit zal een oprechte stunt zijn. Maar ja, we kennen dit. En Brighton stonden we ook 2-0 voor. Natuurlijk gooien ze zich massaal bij die bal voor bij Arsenal. Ik bedoel, bij Wrexham eigenlijk meer, maar tegen Arsenal. Hier, dan heeft Wrexham weer ruimte. Omdat die bal toevallig bij Kenneth Taylor krijgt. Ja, en dan heb je Garnacho aan de bal. Die is wel moe. Dus dan moet je de bal weer terugpassen. Oh. Oh? Nee joh, hij maakt die loopactie niet af. Ja, dan is dit goed gedaan door Arsenal. En gaan we rusten met een stand van 2-0. Hier in Londen komt een fluitconcert. Ja, en Saka is al aan het bespreken met zijn teamgenoot van hoe gaan we dit nou weer doen. Nou, 0-2 voor. Garnacho aan de vermoeide kant was te verwachten. Dan gaat hij erin. En we gaan Origi de kans geven. Origi is een debuut in het Wrexham shirt. Ervaring erin. Oh ja, nu stappen we wel verkeerd in en dan is het ook 2-1. Arsenal maakt snel de aansluitingstreffer. Dit is niet wat je wil. Barron maakt hem. Maar gewoon jezelf blijven. Proberen de bal in bezit te houden. En proberen gewoon weer aan te vallen. Want hier maakt Arsenal zelf ook weer een fout. Ja, maar de paas is weer dramatisch. Daarom staat hij ook op de bank. Want ik vind ja, weinig kwaliteiten bij de Zuid-Koreaan op dit moment. Het was anders een overtreding. We laten hem los. Ja, en dan is dit gelijk. Want niemand die wat doet. Ja, niemand die elkaar helpt. En dan staat het 2-2.
Ja, nu moeten we het weer gaan doen. Maar 2-2 is ook prima. Ja. Ook 2-2 is geen goede prestatie van Arsenal. Hè? Want die moeten gewoon verder omhoog. En op dit moment lukt dat niet. Neem niet weg dat het een knappe comeback is natuurlijk. Taylor, Origi. Oh, die is zo op zoek als eerste goal. En die krijgt hij ook. Arsenal staat weer op achterstand. Door oud-Liverpool-speler Origi. Hij schiet Wrexham op dit moment langs Arsenal. En het publiek wordt helemaal gek. En ook het Arsenal-publiek wordt helemaal gek. Maar dan in de boosheidszin. Om boosheid worden ze gewoon helemaal gek van dit Arsenal. Want wat is dit, een dramatische seizoenstart. Ja, nu gaat Wrexham zich weer ingraven. Maar wel proberen nog aan te vallen. Maar ja, wel gewoon allemaal richting de verdediging. Maar Arsenal moet ruimte vinden. Ja, die vinden dat ook. Die vinden dat ook gewoon. En dit is buitenspel. Dit is geen buitenspel. Dan is het alweer 3-3. Ongelooflijk. Hoe kan Trossard geen buitenspel staan? Omdat Calvin Bessie ligt te slapen. Ja, en nu zijn we de bal alweer kwijt. Nou, dit gaat niet goed. We zijn ook wel vermoeid hoor. Iedereen is moe. Maar daar mag je het niet op gooien. Kom op. Keeperbal. Bukari krijgt de bal niet mee. Ja, en ik zag Origi zijn loopactie niet. Ja, dat is balen, want Origi kon gewoon wel veel met de keeper staan als de bal goed was dan. Een 3-3 is steeds dichterbij. Maar Arsenal gaat nog een keer aanvallen. En Arsenal gaat hem denk ik scoren ook. Nee, want ze krijgen de ruimtes niet. Ja, maar we spelen de bal ook weer dramatisch weg. Wrexham stunt in Londen en speelt 3-3 gelijk. En kwam zelfs 2 keer voor. Het publiek in Londen kan het niet geloven. En zo is de eindstand 3-3. En pakken we weer een puntje in strijd om handhaving. De wedstrijddag tegen Chelsea staat vandaag op het programma. Washington is natuurlijk de spits van Wrexham die al aardig wat doelpunten heeft gemaakt. Dus daar moet Chelsea zeker voor oppassen. Eens kijken wat we gaan doen hier in ons eigen Wrexham stadion tegen Chelsea. Misschien kan het publiek ons helpen richting een zege of een gelijkspel. Alles is goed behalve verliezen. Oh, maar dit is ook niet goed gedaan door Chelsea. Alleen Garnacho kan zich er niet tussen weg sprinten. Maar dan wordt er druk gezet. Alleen daar heeft Chelsea geen boodschap aan. Chelsea voetbalt wel net wat makkelijker dan ons. En daar is de kans ook van voor de Londenaren. Die bal moet weg. Oh. Ah, nou, was ook nog bijna goed voor Bukari. Riskant, maar daardoor liggen wel ruimte. Garnacho. Garnacho gaat naar binnen. Afgeven. Washington. Taylor. Oh. Grote kans voor Wrexham. Ja, de corner dan niet. Washington. Knezevic, Taylor.
Ja, jammer. Ja, dat is een vrije trap. Washington! Ja, daar staat Taylor vrij. En dan is het Garnacho die maakt. Want het is weer niet Taylor. Het is Garnacho. Die scoort voor Wrexham. Het zat er een beetje aan te komen. Chelsea begon minder en minder in de wedstrijd te komen. En Wrexham steeds meer en meer. Waardoor de Londense club een achterstand moet goed gaan maken. Goed binnengeschoten wel door Alejandro Garnacho. En dat weer vlak voor rust. Bukari. Bukari heeft ruimte. Ah, zag de loopactie niet. En gaat dan uiteindelijk gewoon maar doorlopen. En dat heeft succes. Bukari. Kan het nog 2-0 worden vlak voor rust? Nee. En zo gaan we rusten met een stand van 1-0. Kan het publiek in Wrexham tevreden kijken naar hun ploeg? Want die spelen helemaal niet zo slecht. Het is logisch dat Chelsea natuurlijk de beter is. Maar ja, het gaat erom wie ervoor staat. En dat zijn wij. Hopelijk kunnen we dit spelbeeld een beetje vasthouden. Dit is een goede aanval. Als het een aanval wordt. Garnacho. Gaat er in ieder geval wel alles aan doen. Garnacho. Washington krijgt de bal niet lekker aangespeeld. Alvarez mag dit wel winnen. Dat doet hij ook. Alleen niet naar de goede kant. Want daar staat geen speler. Taylor ziet Garnacho vrij. Garnacho gaat uithalen en dat is over. Knezevic was te laat. Dat wordt sowieso geel. Het doelpunt van Chelsea laat nog op zich wachten. Nee hoor, 1-1. 63e minuut is het Raheem Sterling die het maakt voor Chelsea. En zo kunnen hun nog hopen op een overwinning. Maar Wrexham speelt ook zeker niet slecht. Dus die kunnen misschien ook nog wel een doelpuntje gaan maken. Wrexham op de helft van de tegenstander weer. Garnacho. Een belangrijke man bij Wrexham. Alleen ja, nu is het wel een beetje duidelijk dat hij ook een keer naar binnen gaat. Ja, en daar is Sterling. Sterling is sneller dan de verdediging van Wrexham. Ja, en dan is daar een sliding uitgevoerd. Ja, en dan is het 2-1. Het gaat razendsnel. Chelsea staat alweer op voorsprong. En we hebben een blessure. En het is Garnacho. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Dit is een dramadag. Een dramadag in ons thuisstadion. We nemen een beetje iets te veel risico in ons spel, heb ik het idee. De Zuid-Korea neemt over. Goeie paas. Taylor. Oh, die moet zelf schieten. Antiste.
Weer Antisten. Doorkoppen? Nee, dat wordt hem niet. Nee, we worden zelfs vastgehouden. Ja, nu zie je wel de vermoeidheid, want zie je hoe zacht ze lopen. Nog één keer de Zuid-Koreaan. Ja, nee. En zo verliest Wrexham aan Chelsea met 1 tegen 2. Dit is jammer, maar het is niet anders. Ik maak me meer zorgen om de uitvalbeurt van Garnacho. We gaan zien hoe erg de blessure is, zoals de fysio het heeft bepaald. De laatste wedstrijd van deze video tegen Bournemouth. Een wedstrijd die we kunnen winnen, maar wel een uitwedstrijd. Daar zijn we over het algemeen best wel oké in. Ik bedoel, van, we hebben in Londen gelijk gespeeld. En de andere uitwedstrijden heb ik niet zo 1, 2, 3 op mijn netverlies meer staan. Maar volgens mij doen we het daar wel in zien redelijk. Dit Wrexham is natuurlijk wel verzwakt. Want we hebben een probleem. Garnacho ligt er maar liefst 7 maanden uit. Wat inhoudt dat een jeugdspeler op dit moment die positie heeft overgenomen. En dat is alles behalve oké, dus we moeten waarschijnlijk in de winter verplicht gaan verkopen om hier weer een speler van kwaliteit neer te zetten. Of de jeugdspeler moet zich zo snel mogelijk goed ontwikkelen of zodanig goed spelen. Ja jongens, er worden me maar loopacties gedaan en dan lopen ze me ook nog in de weg. En Bauer werd verrast, waardoor de kans van Bournemouth verfijt is. Ja jongens, Bukari staat stil. En Bournemouth is gewoon beter in eigen huis en leidt verdiend. Wrexham doet vrij weinig vandaag. We zijn niet met de intentie gekomen om te winnen in ieder geval. Want het voetbal is niet om aan te zien. En zo leidt Bournemouth verdiend met 1-0. Maar Bukari is er voor het eerst echt daadwerkelijk langs met een actie. Oh, en dan is daar ook al de 1-1. Dit is snel. Dan is daar opeens Kenneth Taylor. Opeens kan Wrexham wel voetballen. En dan staat het opeens plots 1-1. Dit had denk ik niemand zien aankomen. Zelfs ik niet. Ja, toch 1-1. En daar kunnen we tevreden mee zijn, denk ik. En nu op naar meer. Zou je zeggen. Hou hem voor je. Aarons. Ja, die stond natuurlijk ook bij ons op het lijstje een tijdje geleden. Is het uiteindelijk niet geworden. Jeumig. Angulo krijgt de tijd ook niet hoor. Dat doet Bournemouth goed. Ja, dit doet Bournemouth extreem goed. Het leidt verdiend met 2-1. Washington. Ja, weer Taylor vrij. Ongelofelijk. Wat is Bournemouth aan het doen? Het is 2-2. Wat een leuke wedstrijd opeens in de eerste helft. Zo staat het weer gelijk. Oh,
Oh, ja, Bournemouth is fysiek wel sterker. Oh, het is blijkbaar een overtreding. Oh, dit was niet de bedoeling. Hij had doorgemoet op Alvarez. Dankjewel, IA. Maar in ieder geval gaan we rusten met een stand van 2-2, denk ik. Ja, want de druk zetten had geen zin. Nou, 2-2 gelijk. Op zich prima. Maar we moeten nog een hele tweede helft spelen. Dus laten we eens maar even afwachten hoe dat gaat. Is het geen buitenspel geweest? Dan is dit de voorsprong, wil ik zeggen. Maar Bukari schiet niet goed in. Dit moet je winnen. Goed zo. Zo lijkt Wrexham toegesproken te zijn in de rust. Want dit is al vele malen beter. Washington. Ah, jammer. Bukari. Naar Washington. Die is sneller en die schiet hem niet binnen. Zo een paar wissels gedaan. Goed gelopen door Knežević. Oh, maar die spits komt tekort hoor. Die spits komt tekort die erin is gekomen. Wat een kans weer voor Bournemouth. Zo gaat deze wedstrijd een beetje alle kanten op. Acosta, die is hartstikke vermoeid. Maar loopt er alsnog. En geeft de bal geweldig voor. En dan valt die bal weer niet lekker. Weer die Zuid-Koreaan ingespeeld, maar dat is drama. En ik denk dat dit dan een bloedloze 2-2 wordt. Of kan Bournemouth nog een keer scoren? Wrexham niet goed in corners verdedigen. Ja, dit is echt genoeg. En dan die bal gewoon niet wegschieten. Nog steeds Bournemouth. Wrexham die de bal wegkopt. Ja, en dan valt deze bal te laat. En dan is het 2-2 gelijk geworden tussen Bournemouth en Wrexham. En gaan we snel... we gaan het bespreken natuurlijk. Want dit was het einde van de video alweer. Gaat snel. Tweede helft was wel minder leuk dan de eerste. Maar goed, hè, dat heb je soms eenmaal. We zien de stand als volgt. Wrexham staat op de 12e positie met 13 punten. Staat 3 punten voor degradant Bournemouth. Leeds en Southampton staan ook weer in de degradatie. Arsenal doet ook nog steeds mee in de degradatiestijd. En staat 14e na 11 wedstrijden. Dus een dramatische start voor die ploeg. Aston Villa leidt de competitie. Liverpool staat 2e. Chelsea staat 3e. City 4e. En Brighton en Hove Albion 5e. Dames en heren, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet alvast zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk alvast te abonneren voor meer natuurlijk. En dan zien we jullie graag later bij de volgende video. Later mensen!